Ja, welkom. Minister Dijkgraaf, zeg ik dan beleefd. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waarbij je natuurlijk vooral ook inzet voor de waardering en de positie van het mbo. Ik weet dat je vandaag al geloof zelfs 3 sessies hebt deelgenomen. Is er een actie waarvan je zegt, ja, daar moeten we mee aan de slag? Nou ja, misschien ook een beetje reflectie op wat Sander net zei. Van, je merkt dan toch ook als we over onderwijs praten, wat natuurlijk, ik denk dat we ons ook wel echt als een onderwijspartij zien, dat we daar ook wel behoefte hebben aan de wat grotere ideeën eigenlijk, die verbindend zijn. En ik vond het heel mooi vandaag te zien dat, wat ik denk wat de kerngedachte is van D66, dat iedereen eigenlijk de beste vorm van zichzelf moet worden. Daar zit voor mijn gevoel precies dat sociale en dat liberale in, namelijk iedereen. En nou, daar hoort dan ook bij dat je heel veel verschillende vormen van onderwijs die misschien wat minder scherp bij ons onder de aandacht stonden, dus het beroepsonderwijs, mbo met name, dat we die gelijkelijk moeten waarderen. En tegelijkertijd ook dat we daar dan, dat is misschien de grote gedachte, en toen hebben we het ook gehad vandaag over de concrete stappen die je dan kan doen. Als je dan ziet van ja, bijvoorbeeld hadden een hele goede sessie over eigenlijk kansen, ongelijkheid, mbo, stage discriminatie en wat kan je dan concreet doen? En dan zie je wel grappig, we zijn het vaak eens over die grote ideeën. En als je zo'n hele kleine eerste stap in de goede richting wil gaan zetten, dan zie je eigenlijk hoe moeilijk het is en hoe belangrijk het is dat je dat met elkaar doet. Dus ook daar heel veel nieuwe ideeën om misschien een tweede stap te gaan zetten. Maar ik ben er heel trots op dat we ook als D66, onze onderwijsvisie eigenlijk ook aan het updaten zijn. Waar mij van het belangrijkste punt is dat misschien vroeger echt wel heel erg dachten van, goh, weet je, het is een soort sociale motor. We moeten proberen mensen te verheffen. Dat we nu eigenlijk veel meer zeggen, ja, maar er is een soort fundamenteel inzicht dat iedereen en ook iedere leerling en iedere student gelijkwaardig is en dus ook gewoon dezelfde mogelijkheden en dezelfde ondersteuning verdienen. Ja. Mooi, we gaan daar zeker over doorpraten. En ik wil ook nog even Laura de Vries introduceren. Vicevoorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. Zet zich in voor een duurzame toekomst van jongs af aan. Heel goed dat je er bent. En wat maakt nou dat jij op jonge leeftijd al zo voor het klimaat bent gaan strijden? Ja, nou, ik ben er niet mijn hele leven mee bezig geweest, zo eerlijk gezegd. Dus het is wel iets wat bij mij echt gegroeid is. Maar ik merkte echt dat het een mensenrechten kwestie is. En ik word heel erg gedreven door de mens. En ik merkte dat het klimaatverandering zoveel leed kan veroorzaken, maar ook zoveel goed kan doen als we de klimaattransitie goed doorgaan met elkaar. Dat het een thema was waarvan ik dacht, daar wil ik me echt stevig voor gaan inzetten. Ja, dus ook op de mensen gericht vooral is voor jou van belang. En je had iets opgebiecht net. Dat is dat je sinds kort lid ben geworden van D66. Ja. Mooi. Nieuw lid, ik zal niks voorstellen, maar het kan. Je kan nog lid worden. Make me an offer. We gaan spreken over het onderwerp, hoe brengen we alle Nederlanders vooruit? Dat doen we aan de hand van 3 thema's, ontplooiing, klimaat en Europa. En ook graag jullie aandacht hier in de zaal, want elk thema wordt ingeleid met een stelling. Dus dan mogen jullie nog even door met stemmen. Ik stel voor dat we naar het eerste thema gaan, ontplooiing. Hoe zorgen we voor een Nederland waar iedereen zich kan ontwikkelen? En de stelling daarbij is de volgende. Dan ga ik even staan om goed te zien wat jullie gaan stemmen. Geef alle jonge mensen een startkapitaal. Oh ja. Ik ben benieuwd. Wie is er voor deze stemming? Oké. Er wordt nog wat meer. Dank. En wie is er tegen deze stelling? Nou, best nog wat voor. Ik denk net iets meer voor. Sander, ik geef jou graag het woord, want dit is een voorstel ook uit jouw boek. Ja. Althans, jij zegt daar, geef daar elke 25-jarige een jubelton. Waarom? Ja, omdat niet alleen rijkdom erfelijk is, maar ook armoede. Hè, als je kijkt naar hoe omleren gaan met geld en eigenlijk armoede ook erfelijk is, dan zie je dat dat eigenlijk heel pijnlijk is. Als jouw grootouders en je ouders ook niet veel geld hadden en moeite hadden om het einde van de maand te halen, dan is de kans dat jij datzelfde hebt ook heel groot.
Dus dat doorbreek je mijns inziens alleen door in één keer mensen een serieus bedrag te geven, waardoor ze kunnen gaan nadenken, hun financiële volwassenheid vorm kunnen geven. Ze kunnen een plan maken voor de toekomst, ze kunnen even ademen, ze hebben onderhandelingskracht ten opzichte van een werkgever, ten opzichte van eigenlijk de hele wereld. Je hoeft niet een baan aan te nemen, je krijgt een bedrag om, nou ja, even de ruimte te nemen om bijvoorbeeld een eigen bedrijf te beginnen, om een studie te doen. En ik denk dat het de onderhandelingskracht van mensen enorm vergroot en vooral die maatschappelijk of eigenlijk die financiële volwassenheid stimuleert. Want hoe leer je om met geld te gaan als je nooit geld hebt? Dat is eigenlijk het hele simpele idee. En natuurlijk zijn er mensen die zijn heel erg voor het basisinkomen bijvoorbeeld, maar ik zie dat toch weer als een soort maandelijks bijlagetje, een infuusje om het maar vervelend te zeggen, ja. Waarmee je niet echt die doorbraak, vooral in mindset bij mensen, creëert. En ik wil het wel zien. Het lijkt me ontzettend leuk. En ik denk ook dat jonge mensen, dat het enorm een soort van gesprek wordt. Weet je, als je weet op je 16e, ik krijg straks op mijn 25e bijvoorbeeld, krijg ik die ton. Wat ga jij ermee doen? Hoe ga jij dat doen? Oh nee, dat moet je niet doen. Dat is niet handig. Ik zou dit ermee doen. Ja. Mensen gaan nadenken, want je hebt daadwerkelijk iets om naar uit te kijken. Bij een soort Oprah Winfrey moment voel ik aankomen van jij en Tom, jij en Tom. Ja, nou ja, maar kijk, hoe vet is het als we dat zouden kunnen doen? En de grap is, we kunnen het ook betalen. Hè? We kunnen het gewoon betalen. Het is belangrijk om mensen duidelijk te maken hoeveel we eigenlijk kunnen doen. Ja, je hebt het ook doorgerekend. Ja. Dat is eigenlijk gaaf. Nou, krijgen studenten natuurlijk al een basisbeurs. Ja. Die wordt weer ingevoerd. Ik denk dat heel mooi is. Aanvullende beurs gaat omhoog. Is er nog meer nodig voor studenten? Nou ja, ik denk ook even het punt van waar we net over hadden. Van als we kijken wat we in jonge mensen investeren, dan is het natuurlijk al heel goed om te zien van dat het heel verschillend is. Ja, dus ik vind, eerlijk gezegd, één grote soort financieel kapitaal wat je ook meekrijgt, is in hoe de overheid in jouw opleiding investeert. En dan is het natuurlijk zo van, als je langer leert, wordt er ook meer in geïnvesteerd. Dus in zekere zin is dat iets scheefs. Mm-hmm. In de zin van de hoogst opgeleide, om het woord hoog nog eens een keer zo te gebruiken, wat we eigenlijk liever niet doen, maar wie het langst hebben doorgeleerd, Die hebben eigenlijk het grootste startkapitaal meegekregen en hebben het eigenlijk misschien wat minst nodig. Dus ik vind het wel goed om eens naar deze kant te kijken. En dan moeten we inderdaad eigenlijk zien wat we aan jonge mensen doen. Ik ben heel erg blij dat we met de basisbeurs weer wat voor voor HBO en universitaire studenten doen. Maar we zien natuurlijk ook van uiteindelijk, daar ligt ook wel een vraag achter, van ja, kunnen we het eigenlijk met het initieel onderwijs, is dat genoeg? We zien gewoon ontwikkelingen gaan razendsnel in de samenleving. Er is ook wel echt een discussie nu nodig over leven lang ontwikkelen. Wat zijn eigenlijk, wat voor mogelijkheden hebben we daarna nog verder op te laten leiden? En dan moet je ook kijken van, hoe investeren we nou op de beste manier in onze samenleving? En dan voel ik van, ja, dat die fundamenteel gelijkheidsprincipe, wat voor mij heel belangrijk is, dat is er nog niet. En dan ga ik toch weer terug naar de mensen die beroepsonderwijs volgen. Die eigenlijk op een of andere manier niet die langdurige investering krijgen die anderen wel krijgen. Ja, en een voorstel wat je deze week hebt gedaan is om het binnenstudieadvies, om dat te versoepelen. In plaats van 60 punten in het eerste jaar worden dat 30 punten. Nou is in de staat van het onderwijs eigenlijk geconstateerd dat de prestaties omhoog moeten. Bijvoorbeeld ten aanzien van lezen gaat het nog steeds niet goed. Maar de prestatiedruk moet omlaag. Is dat een paradox? Nee, wat je gewoon ziet is van discussie van mensen moeten zo hoog mogelijk worden opgeleid, dat geeft verschillende dingen. Ten eerste zeg maar dat we niet genoeg mensen in het beroepsonderwijs hebben, waar ze perfect thuis horen, waar ze ook heel gelukkig worden, waar echt hun kwaliteiten liggen. En dat komt omdat de beeldvorming daar verkeerd is. Dus we moeten sowieso, denk ik, dat beeld herstellen. Veel meer mogelijkheden creëren. Dat niet alleen dat het heel aantrekkelijk is, dat je ook op dezelfde manier de faciliteit op dezelfde manier ondersteund wordt, dat je als student even serieus wordt genomen. Dat haalt druk weg. Maar wat je toch ziet, is denk ik een verschijnsel van we zijn naar een samenleving gegaan waar er heel veel druk op de samenleving zit. Die wordt weer doorgezet naar het onderwijs en uiteindelijk komt het ook gewoon bij jonge mensen terecht. En ik voel van ja, je kan niet onbeperkt op die jonge mensen blijven drukken. Op een gegeven moment gaan de onderwijsprestaties daardoor gewoon naar beneden.
Dus we proberen wel met een aantal dingen, denk betere oriëntatie. Heel veel jonge mensen zitten gewoon op de verkeerde plek op dit moment in het onderwijs. Maar ook als je eenmaal bijvoorbeeld bij een hbo of een universiteit ziet, gewoon toch op toch wat rust en ruimte brengen. Nou, ik ben heel blij dat we in ieder geval het voorstel als kabinet hebben gedaan om het binnenstudieadvies te verlagen. Dat moet ik zeggen, in heel veel op hogescholen wordt het sowieso al veel minder gebruikt. Gemiddeld ligt het bij universiteiten bij 40, dus het is ook weer niet de grootste dramatische stap. Maar het is denk ik wel iets waar studenten heel erg naar vragen. En als je kijkt naar het mentaal welzijn van jongeren, dat is de afgelopen jaren echt spectaculair, echt exponentieel toegenomen. Bijna de helft. Corona heeft het erger gemaakt, is daar niet door gestopt. En ik voel, we moeten echt onszelf de vraag stellen. Op alles wat jonge mensen afkomt. We gaan over andere onderwerpen praten. Klimaat bijvoorbeeld. Maar denk ook aan huisvesting. Denk ook aan hoe de arbeidsmarkt is. Dan vind ik dat het onderwijs ook een plek moet zijn waar je eigenlijk wat afgeschermd wordt van die enorme druk die in de samenleving zit. Zodat je eigenlijk jezelf optimaal kan ontwikkelen. En dat betekent niet zo hard mogelijk duwen. Dat betekent daar ook wat adempauze geven. Ja, dankjewel. We begonnen er ook over het klimaat. Het tweede thema waarover we in gesprek gaan. Dus laten we dat doen. Want hoe maken we rechtvaardige klimaatkeuzes? En hoe zorgen we dat iedereen de transitie mee kan maken? En ook jongeren. Daar gaan we zeker ook nog over in gesprek. Ik wil eerst nog even een stelling voorleggen. En de stelling is als volgt. De laagste inkomens moeten nu als eerste meegenomen worden in het klimaatbeleid. Wie is daar voor? Dat zijn er veel. En wie is daar tegen? Niemand. Twee mensen tegen. Laura, de laagste inkomens eerst? Of misschien jongeren eerst? Hoe kijk jij daarnaar? Zeker de laagste inkomens eerst, maar ook zeker met oog voor jonge en toekomstige generaties, ik denk beide. En als we kijken naar klimaatbeleid, daar is natuurlijk ook ontzettend veel draagvlak voor nodig. Want er zit heel veel kansen in, maar soms is het ook gewoon wat moeilijke keuzes die we moeten maken. En dat betekent ook gewoon dat we ervoor moeten zorgen dat we iedereen hierin meekrijgen. Dat we zorgen dat de mensen die de sterkste schouders hebben, de zwaarste lasten dragen. En mensen met lage inkomens die hebben het gewoon ontzettend moeilijk met de implementatie van het klimaatbeleid. En die moeten gewoon helpen en ervoor zorgen dat zij ook mee kunnen en mee willen. Heel goed. En Sander, ben je het daarmee eens? Of zeg je van de verantwoordelijkheid die mensen hebben voor klimaat is ook afhankelijk van de portemonnee? Nee, ja, ik beland helaas vaak in allerlei wel eens niet eens discussies over het klimaat, omdat ik wel eens naar Zweden reis. Dan krijg je het verwijt dat je dus klimaatbeleid voorstaat, maar zelf niet het goede voorbeeld geeft. Ja. En hoe onterecht ik dat ook vind, en hoe stom ik hypocrisie verwijten ook vind, ergens zit er natuurlijk heus wat in. Weet je, het is zo dat mensen met een grotere portemonnee uiteindelijk minder geraakt zullen worden door klimaatbeleid. En als we die opdracht serieus nemen, dan moet je daar dus een antwoord op hebben. Want het is ook weer niet helemaal onzin. Dus ik vind wel degelijk dat je lagere inkomens moet ontzien zoveel mogelijk. En kijk, als het dan om vliegen gaat, ja, stel maar een rantsoen in. Iedereen één vluchtje per jaar. Ja, dat doet echt pijn bij iedereen. En vooral bij mensen met een grote portemonnee. Ja, je maakt er maar. We moeten er maar een groot gebaar van maken. Als dat is wat mensen overtuigt, ja, je neemt het serieus of niet. Dan doe je in ieder geval. Robert, hoe kijk jij naar? Ik denk ook belangrijk is dat als je kijkt van wie wordt nou het hardst getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, dan zijn dat vaak ook de achtergestelde groepen die gewoon minder mogelijkheden hebben om zichzelf daartegen te wapenen. Het gaat alleen maar om het duurzaam vernieuwen van je huis. Nou, daar gaat Rob nu aanpakken. Dat geldt trouwens ook wereldwijd natuurlijk. Dat juist de landen die het meest kwetsbaar zijn, daar ook daar misschien de meeste moeite hebben om die dingen te doen. En ik denk ook het punt van, wat ook wordt gezegd, het is niet een automatisme dat een groen beleid en een sociaal beleid hetzelfde is. Ze kunnen ook wel eens tegenover elkaar staan. En ik denk, dan moet je echt de principiële keuze maken dat sociaal voorop gaat, dat het echt voor iedereen is, dat het inclusief is. En dat je ook laat zien dat het iets is waar je noemt ook meenemen. Dus dat mensen ook zeg maar de overtuiging
gaan overnemen. Want het is, denk ik, deze verandering kunnen we eigenlijk alleen maar met z'n allen doen als ook echt iedereen overtuigd is dat we dit moeten doen. Ja. Maar ik vind het wel belangrijk, dat is ook een belangrijk rapport van de WR over klimaatrechtvaardigheid. Het is denk ik wel een hele specifieke lens op het klimaatprobleem. En ik voel ook als D66 moeten we die ook echt, die moeten ook innemen. Dat moet ook ons standpunt zijn. Mm-hmm. En Laura, heb jij het idee dat dat snel genoeg gaat? Of we daar genoeg aan doen op dit moment? Ik denk dat we mooie stappen zetten, maar zeker niet genoeg. Want als we kijken naar het halen van de klimaatdoelen, dan zijn we daar nog niet helemaal in de buurt, om maar even zo te zeggen. Dus we zetten zeker stappen, maar we moeten stevigere stappen zetten. En ik ben het er ook mee eens dat sociale beleid is ontzettend belangrijk. Maar daarin vergeten we vaak wel die toekomstige generaties. Dus als je groen beleid en sociaal beleid tegenover elkaar zet, en dan zegt van als we dan een keuze moeten maken, kiezen we voor sociaal beleid. Dat is heel erg vanuit de lens van vandaag. Maar als we dan die toekomstige generaties ook meenemen, dan is groen beleid vaak het socialere beleid dan alleen het sociale beleid voor vandaag. Ik denk dat we dat echt niet moeten vergeten. Ja, mooi. En Robert, heb jij het idee dat het... maak jij je wel eens ongeduldig eigenlijk? Ik vind altijd dat je heel rustig overkomt, maar ben je eigenlijk wel eens ongeduldig dat je denkt, we moeten harder vooruit voor het klimaat? Nou ja, je kan niet hard genoeg. Ik bedoel, dit is natuurlijk de grote ontwikkeling waar we als samenleving in zitten. En het grootste wat me hierin frustreert is dat, kijk, er zijn een aantal problemen waarvan ik niet zeker weet of we ooit een oplossing zullen vinden. Wereldvrede of kansenongelijke, echt. Maar hier, denk ik, is er een weg. Dus er is geen excuus om het niet te doen. Dat. En dat maakt je extra ongeduldig, denk ik. De wetenschap is er. Ja, absoluut. De wetenschappelijke kennis is er. Eerlijk gezegd, als je daarnaar gaat luisteren, dan dat signaal wordt alleen maar krachtiger. Wordt alleen maar urgenter. Eigenlijk het nieuws wordt alleen maar slechter. En ja, daarom denk ik, kun je ook echt geen dag verliezen. Mm-hmm. Je had het net ook over een optimistisch verhaal waarin mensen moeten geloven. Is er dan behoefte aan een optimistisch klimaatverhaal? Ja, het valt allemaal wel mee eigenlijk, ja. Misschien meer waar het naartoe moet. Dus meer laten zien wat dan de oplossingen zijn. Nou ja, goed. Wat ik noemde in het verhaal is dat er natuurlijk wel degelijk ontwikkelingen zijn die heel snel gaan en die eigenlijk ons verrassen qua snelheid. Ja. Dus er zijn echt wel duidelijk positieve verhalen te vertellen. Maar het neemt niet weg dat er nog steeds op bepaalde vlakken ingeleverd moet worden. Dat bepaalde dingen gewoon niet meer kunnen zoals ze konden. En dan is de vraag, bij wie ga je dat leggen? En ik kan me wel goed voorstellen dat de Vandaag Insight-kijker af en toe denkt, ja, het komt wel heel erg op ons bordje en niet zozeer op het bordje van ons. Ik weet ook niet precies hoe je het wegneemt, maar ik denk dat daar wel een bepaalde grote gebaar nodig is en symbolen belangrijk zijn, zodat je duidelijk maakt, ja, we gaan echt ook in ons eigen vlees snijden, we gaan zelf ook echt inleveren. Hm. Daar moeten we wel wat op verzinnen. Zeker. Ik wil daarover doorpraten, maar dan op het gebied van de rol van Europa. Gaan we naar het derde thema, want welke rol speelt de EU bij vooruitgang en zeker ook op het gebied van het klimaat? De stelling voor jullie allemaal, vergroot Europese fondsen voor digitale en groene innovatie. Dus wie zegt, er moet meer geld naar Europa voor digitale en groene innovatie? Kijk, er worden hier flink de zakken leeggemaakt. En wie is hier tegen? Oké. Nou, meer geld naar Europa. Ja, ik zou eigenlijk geen antwoord hierop hebben, joh, weet ik veel. Ja. Gaan die Grieken dat allemaal uitgeven? Ja, ik weet het niet. Ja. De VI vandaag, zeg maar. Heeft Nederland Europa nodig of is het andersom? Ja, ik denk allebei. Hè. Als we gaan kijken wat is nou nodig, ook qua technologie en regelgeving, et cetera, dan moet het gewoon eerlijk zijn. Dit is een probleem wat we alleen Europees kunnen aanpakken. Natuurlijk wereldwijd, maar laten we beginnen met Europa. Dat is met onze kennis bij elkaar brengen. Dat is Brussel's heel goed om normen te stellen. Nou, ga je gang, want die hebben we echt hard nodig. Het is ook om, als we kijken, de bedrijven die eraan werken, die werken over de landsgrenzen. Dus we moeten dat faciliteren. Ik vond het een goede stelling. Ik zou ook zeggen van, los van meer geld van Europa, laat Europa ook even kijken waar ze het geld in investeren. Kunnen we binnen de Europese budgetten ze meer in deze richting stoppen?
En eerlijk gezegd, voor mij is Europa ook wel het land van kennis, van innovatie. Er zit enorm veel talent. Als we dat kunnen bundelen, dan heb je echt een superpower op deze thema's. En ik vind Europa nogmaals over het punt van geen excuses. Ook met onze grote historische uitstoot vind ik van ja... Kijk, als Europa hier niet het voortouw inneemt, wie dan? Ja. Die bal ligt echt op ons continent en dat moeten we gewoon doen. Ja, we gaan daar natuurlijk komend jaar... Komend jaar zijn ook de Europese verkiezingen natuurlijk, het parlement. Dus daar gaan we nu naartoe. Laura, hoe zie jij daar de noodzaak van de EU om hierin voorop te gaan lopen? Nou, ik denk dat we Europa ook heel erg nodig hebben. Ik denk dat we als Nederland inderdaad echt een hub kunnen zijn... waar we op kennis en kunde echt gaan excelleren. En ook andere Europese landen, maar ook wereldwijd... landen kunnen leren hoe je die klimaattransitie nou goed doormaakt. Natuurlijk kunnen we ook weer heel veel leren van andere landen. Maar ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Die Europese samenwerking, maar ook wel echt de breder internationale samenwerking. En ik denk ook dat we Europa dus op sommige vlakken nodig hebben, maar dat we soms ook gewoon heel stevig Nederlands beleid moeten maken. Dus het heeft elkaar echt nodig. En dat zien we op klimaat, maar natuurlijk ook op andere thema's. Sommige thema's en sommige onderwerpen kan je niet alleen aanpakken. En sommige onderwerpen, daar moet je echt zelf aan mee beginnen als land die kennis en kunde in huis heeft. Tegelijkertijd zien we ook dat er vanuit de VS een conservatieve wind waait. Het recht op abortus wat daar is teruggedraaid. LBTI'ers die ook in de verdrukking komen, maar niet alleen daar, ook in Europa. In Polen is abortus verboden. Hongarije is een land, landen die het wellicht willen gaan navolgen. Kunnen wij onze Europese waarden nog voldoende beschermen, Robert? Nou, ik denk dit wat je zegt echt zorgwekkend. Het algemeen als het gaat over die Europese waarden... hebben we lange tijd gedacht, nou, dat wordt vanzelf eigenlijk beter. En wat je nu ziet is heel veel tegenkrachten. Pushback. En er is nu zoiets dat heet de pushback against the pushback. En ik denk, daar moeten wij als Nederland ons sterk in maken. Ik voel trouwens wel, ook als we naar Europa kijken... ja, we kunnen een beetje door die bril andere landen gaan beschouwen. Laten we ook eens in de spiegel kijken... Want er zijn ook incidenten in Nederland. Ze zijn zelfs de afgelopen tijd weer toegenomen. Dus je voelt ook hier... En het is denk ik niet zozeer dat er nou ineens een hele grote groeiende groep is die daar allemaal tegen is. Maar die groep die er is, wordt veel vocaler, wordt veel agressiever, wordt veel zichtbaarder... En dat betekent denk ik ook dat we daar anders op moeten richten. Dat er moet meer normerend worden opgetreden. En ik denk dat we daar ook steviger tegen moeten gaan duwen. Dat is nodig. Ja. En ik denk binnen Europa maken we ons sterk natuurlijk voor die waarden. Soms staat Nederland daar, is het een klein gezelschap. Maar we kunnen ook heel veel leren van onze partners. En ik denk eerlijk gezegd ook weer van die tegenkrachten zien we overal aan... grijpen. We zien het ook, en dat zien we op verschillende plekken in de wereld, maar ik moet zeggen ook in Nederland, kan ook een politiek verdienmodel gaan worden. Dus dan wordt het ook nog eens een keer, als het gaat over LGBTIQ+, over vrouwenrechten, et cetera, dat wordt dan ook nog eens een keer een speelbal van hele andere politieke motieven. Ja, daar moeten we echt super alert op zijn. Dankjewel. Ja, mooi. Daarmee komen we alweer aan het einde van het gesprek. Dank jullie wel voor jullie woorden hierover. Ik hoor dat het is belangrijk om te blijven strijden voor onze vrijheid. Dat moeten we niet alleen doen, maar met elkaar. En zeker ook tegen de conservatieve krachten, waarbij we ons moeten blijven ontwikkelen en altijd nadenken over het nieuwe verhaal. Zeker. Dank jullie wel. Graag een applaus voor onze sprekers. Laura de Vries, Robert Schimmel, van de Schimmel ben ik. Jullie wel. Hiermee komen we ook aan het einde van het panelgesprek. Ik wil jullie ook danken in de zaal. Ook dank voor jullie deelname aan de stemmingen. Ik hoop dat je inmiddels een actie hebt bedacht voor jezelf, voor vooruitgang. Want de toekomst maken we met elkaar. Dank jullie wel.